Het is haar laatste PC. Ze heeft al een tweede prijs gepakt. En wat wordt het waard in je Renske? Nou ja, er is nog één de heger. Dat is de eerste. Maar een prijs zou ik ook al heel mooi vinden. Altijd slagen. De lot is misschien wel de grootste favoriet. Ja, dat vind ik wel. Dat is het betoel wat ik het minst graag zien hoe we die lot hebben. Ja, hoe ben je dan de verwachtingen? Nou, die binnen gewoon 50-50. Het is een PC, het is een wedstrijd op zich en 50-50, beschut wel. Want dan is het echt jongen dat ze de laatste weken net zij in vorm weer dan zat in het begin van het seizoen, maar toen waren ze eigenlijk onverslaanbaar. Ja, ze zijn verslaanbaar inderdaad. Ja, dat hebben ze jongen en dat weet ze zelf ook. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Ze weet het zelf ook dat ze er ook kennen. En ze hebben een heel dreig lot, dat weet ze ik. Dus ik hoop het is winnen. Het is die laatste. Zo was het speciaal gevoel, Jan. Ja, op zich wel. Ik kiet vorig jaar ik alleen hollen dat het misschien mijn laatste wijze koer. Dus nou ja, het is een bonus. Deze PC is gewoon een bonus en die mag ik naar mij pakken. En het is hartstikke leuk om daar te staan. Een hele bijzondere ervaring. Want ook is dat boetelon, hè? Ja, wij zullen 15 september verlenen we naar Zeeland. Vaar het draaien hier, of jouw hier, is de planning. Echt spannend. Ja, dat is ook heel spannend. Mijn holle is op zich meer bezig met die plannen dan met het kietsen. Maar ja, dit is nog een hele leuke ervaring om mee te pakken. Zullen we dan al praten van al morgen een uur of acht, dat dan alle concentratie naar waard is? Jongens, uur is acht. Dus is het wel een hele lange dag. Ja, domme. Nee, de focus die je er wil, dat komt wel goed. Het is echt een hele bijzonder om zo'n PC te keertsen. Maar al die mensen die het komen, ik speciaal voor familie en vrienden die het komen te zien. En dat is gewoon hartstikke mooi dat zo'n keertsen dat teweeg brengt. En dat, nou, ik heb er heel veel zin in. Succes. Ja, dankjewel. De toer van Iris van der Veen moest even weer om naar de eerste klas. Eerst weer omkomen, ijzersterk weer omkomen. Het is in de toer van Joukje Cuperus. Hoe is dat in Iris? Ja, nou ja, op zich positief. We hebben één keer tegen ze gekaast en dat hebben we gewonnen. Dus hopen dat we dat vasthouden. Ik zei al, je moest even weer om. Ik ken van de Molly's PC herinneren dat er een toer was die het even naar de eerste klas weer om. Maar die won de PC. Ja, nou ja, ik hoop dat wij datzelfde voorbeeld mogen volgen. Dat, dat zou hartstikke mooi zijn natuurlijk. Heem dat gevoel, de klik, heem die ondertussen te pakken kriegen? Ja, zeker. Naar de eerste klas, nou ja, je slaat liever op een hoofdklas. Dat, nou ja, dat spreekt voor zich volgens mij. Maar op eerste klas hebben we nou ja, volgens mij heel goed laten zien wat we kunnen. En daar hebben we dus twee keer de krans gewonnen. Dus ja, dat hopen we natuurlijk nu op een PC weer te laten zien. Dat heeft zin om te vlammen. Zeker, ja, dat zeker. Grote succes. Dankjewel. De latting van de 40ste Vrolijks PC is West. Maaike Ozinga, in eerste omloop zien betoor Siets Kakkema. Wat wist er van haar? We trainen met hun, dus op zich weet ik wel aardig wat van het betoer al. Maar ja, we hebben net een wedstrijd volgens mij in hun spelen, dus we moeten zien. Hoe spannend zult dan wij zijn als je het hele jaar maar traint? Nou ja, het is op zich, we gingen minder partoer treffen. En aan de andere kant vind ik het wel jammer, we trainen altijd met hun, dus dan maakt het wel direct chin hun los. Spelen dat mooi in de tarering? Doe je hem nog wat te jaren als partoeren? We doen niks meer mogelijk hoor als team, zeg maar. Dus nee, dat maakt het voor de voorbereiding niks uit. Vanaf dit moment sportieve vijanden. Klopt. Hoe is dat in? Ligt de lot, ik viel zelf om? Nou ja, we hebben minder lotje kennen natuurlijk. Dat betekent net dat het makkelijk worden gaat. Dus ik ben wel op alles voorbereid. Het ligt erop een beetje dat het van Ilse Tuninga en het van Anne Mofies, dat die ik uit mijn koor binnen en Jim. Want Jim zit er dit in on, hè? Ja, wat dat betreft, nou ja, we staan al 14 in de ranking, maar ons ligt het wel een gestuurde loting. Maar dat is het dus net. Kortom, daar ben je tevreden? Ik ben op zich wel tevreden met het lot, ja. De 40ste Vrolijks PC komende waarde in Woidem. 12 partoeren op de list. De grote favoriet is het partoer van Ilse Tuninga. Maar die zullen geduchte concurrentie krijgen van de partoer van Anne Mofies. 12 partoeren dus op de list. Mooi uit mijn kolotte. Partoeren van Ilse Tuninga en Anne Mofies. Kim een koortje inkomen in de finale.